Hallo beste kijker, leuk dat jullie kijken naar een Splinter nieuwe aflevering van Matthijs van Es Survival Island. Dus, in dit keer ga ik weer, net als elke andere keer dat ik in deze map zit, ga ik survivalen. En dan ga ik eerst mijn helm opdoen, want ik moet natuurlijk wel full armor hebben. Want zonder full armor ben je zo dood. Ja, dat heb je goed, Matthijs, dat heb ik helemaal goed. En zoals je ziet, als ik vorige keer bezig met die dingen planten. Oh wow, waarom spannen daar ineens heel veel monsters? Oh my god. Ja, ik heb More Creators mod geïnstalleerd, dus... Yeah. Er zullen wat momenten zijn dat het misschien moeilijker wordt dan andere keren, omdat er in één keer zoveel mobs zijn. Mobs, voor de mensen die het niet weten, mobs zijn is een ander woord voor monsters. Dus dat kan nog wel eens moeilijk worden. Zoals daar, zo zie je nu iets wat je waarschijnlijk zelf nog nooit hebt gezien. Of als je dezelfde mod ook hebt, heb je het wel een keer gezien. Maar als jij gewoon normale Minecraft hebt, heb je dit ook nog nooit gezien. Wat krijg ik eruit? Gunpowder. Nou. Maar dan als je zelf zeg maar gewoon een normale Minecraft hebt, heb je dat waarschijnlijk ook nog nooit gezien. More Creators mod is een mod waardoor je meer, hoe heet dat? Oh fuck. Wacht even jongens, ik ben in een zeer geconcentreerd. Maar dan zul je meer mods of meer mobs krijgen. Kijk, zo is dat. Niemand weet de fuck wat het is. Zelfs ik weet het nu op het moment even niet. Want ik heb dat ding volgens mij ook nog nooit gezien. Maar More Creators mod houdt dus in dat er meer creators zijn. En creators betekent natuurlijk creaties. Oh fuck, wat de fuck doet hij niet mijn huis lopen of zo? Wat de fuck doet hij? Wat is het? Wat de fuck ben jij? Wat kijk dan, het lijkt een beetje op een robot of zo. Warl! Het leek een beetje op Wally. Warl! Maar er zijn dus, zoals je net zag, verschillende soorten mobs of creators erbij gekomen. En een paar daarvan die zijn vriendelijk en een paar daarvan zijn niet vriendelijk. Dus het wordt voor ons eveneens als... 's avonds wordt het moeilijker. En 's ochtends wordt het... Of 's middags en 's ochtends en vlak voor de avond wordt het een stuk leuker. Kijk. Oeh, zie je dat? Dat is een weerwolf. Die, dat... Ook, zie je? Kijk, die ook. Let op. Bam! Zie je dat? Dat zijn weerwolven. En dat is een gewone wolf. Dat daarachter is een gewone wolf en dat is een weerwolf. Want die staan op twee poten. Maar zoals je ziet zijn er dus allemaal nieuwe creators bijgekomen. Wat het dus voor ons extra moeilijk maakt. Dus we moeten ook extra goed gaan oppassen nu. Maar ik vond Minecraft zelf vond ik zo saai. Zeg maar, je ging niet snel dood. En als je eenmaal dood ging, dan ren je zo naar je spullen toe en zo. Maar ik wil het iets uitdagender maken. Ik wilde geen hardcore survival van maken. Dat dacht ik bij mezelf van, als ik dan dood ga ben ik een map kwijt. Is niet cool. Maar ik wil er wel graag iets bijzonders van maken. Dus vandaar heb ik ervoor gekozen om nog Jezus mod erin te douwen. En daarnaast vind ik het ook gewoon zelf leuk om meer monsters in mijn game te hebben. Op die manier kunnen er alleen maar meer leuke dingen gebeuren, toch? Tenminste, dat denk ik zelf. Maar ik ga dit nu even snel laten groeien en zorgen dat die weerwolven mij niet zien. Anders ben ik fucked. Oké. En nu kan ik wel vervechten. Kom dan, bro. Kijk, dit werkt, zeg maar. Zo kan ik dit probleem wel oplossen. Maar als ik echt, zeg maar, oog in oog met ze sta, dat is best wel sterk, moet je zien. Ik sla met een diamond zwaard, hè. Moet je zien, ik heb ze allebei nog steeds niet dood. Maar ze zien er wel echt fucking vet uit. Dus even shout-out naar degene die deze mod heeft gemaakt, zeg maar. Nou, kom op, ga dood of zo. Jongens. Dat is geen doen. Kst. Gewoon donderen. Kom op. Dus kunnen mij, omdat die monsters zijn twee blokjes hoog, net als mensen, of volgens mij zelfs 2,5 blokje hoog. Daardoor kunnen ze mij over het hek gewoon nog steeds hitten. Kom op! Ga dood, ik ben blij dat ik niet achter het hek met ze hoef te vechten, zeg maar. Anders was ik echt nog lang niet jarig. Dit wordt echt een hele lange episode, dus jullie gewoon naar mij gaan kijken hoe ik die twee wolven in elkaar sla. Zeg maar. Oh ja, ik heb er geen dood. Oh, maar ze droppen wel fucking nice stuff. Check dat, ik zie gewoon een golden apple liggen. En een sword zie ik. Oh my god. Oh god.
Oh ja, die kan er natuurlijk overheen. Nice. Nou, chill. En wat dat is? Dat is een Dark Scorpion of zo. Die kunnen je volgens mij vergiftigen. Dus dat is ook niet echt cool. Ja, zie je? En er komen allemaal kleintjes uit. En die kunnen je nog meer pijn doen, zeg maar. Dus dat is echt wel heel lelijk. En zelfs die kleintjes, zelfs die zijn moeilijk om dood te maken. Dus dit is echt wel een mod voor Die Hard, zeg maar. Als jij net met Minecraft bent begonnen, is het niet leuk om deze mod erin te donderen. Oh ja, leuk hoor. Cave spiders ofzo. Was het een cave spider? What the fuck moet een cave spider boven de grond? Hij is wel fucking snel op donderen, jongen. Je zorgt dat die skeleton ook op de zombies gaat schieten in plaats van op mij. Kijk maar, nu sta ik in de zombies range. Zie je dat? Oh, oh, oh. Oh mijn god, zie je dat? Daar moeten wij niet tegen vechten. Als we daar tegen gaan vechten, dan vernietigt hij de hele map. Want die slaat gaten in de grond, waardoor de hele map kapot gaat. Maar, wat we wel hebben, zijn 2 golden apples. Yeah. En we kunnen wel tegen die kill gaan vechten, maar dan alleen van afstand met een enchanted bow of zo. Want anders lukt het echt niet, moet je zien. Dat ding is echt huge, jongen. Daar kan je ook helemaal niks tegen beginnen. Als die eenmaal bezig is, dan kan je hem niet meer stoppen. Ik zou misschien wel een keertje voor de grap ga ik een backup maken van deze map. En dan zou ik eens een keertje met eentje vechten in deze map. Dan zul je zien wat de schade is die aanricht. Dat is echt ongelooflijk. Even kijken. Dat ik überhaupt zo chill gewoon nog een beetje. Ik kan ook gewoon slapen, weet je dat? Dat kan ik natuurlijk ook gewoon doen. Dan ben ik gewoon veilig. Oh, ik ben echt dom. Oké, wacht. Als ik deze heb gepland, ga ik slapen. Slaap. Nu. Slaap als sodomieter, Matthijs. Voordat je weer op terug gaat keren en dan ga je dood. Ik ken jou langer dan vandaag, Matthijs. Dus ik ga even nu in bed liggen. Anders ga ik dus nog dood. En dat is niet cool. Maar wat ik nu bij mezelf zat te denken, hè. Ik heb de laatste tijd niet heel veel meer geüpload. Maar daarentegen ben ik op... Hoezo? Ah, nee, dat ding is er nog. Maar daarentegen ben ik op bijvoorbeeld DarkZD ben ik wel redelijk actief geweest. Voor een, zeg maar... De zaakjes, gastrol, medewerker van DarkZD, hoe je dat fucking zou kunnen noemen. Ben ik best wel redelijk actief geweest. Met video's en zulke dingen. Maar dan komt er dat op DarkZD kan ik doen wat ik wil, zeg maar. En gewoon, als ik zin heb, daar is Milan ook heel chill in. Als ik zin heb om... om bijvoorbeeld, heb je jullie waarschijnlijk allemaal de Habbo vieze activiteiten gekeken. Als ik zin heb om Habbo daarop te uploaden, dan stuur ik een berichtje naar Milan. Zeg ik, hey, vind je dit chill? Zou je dit willen uploaden? En dan zegt hij, ja man, super chill. Ik zou het graag willen uploaden. Weet je wel? En dat is super chill. Dus in ieder geval bedankt Milan dat je zo... Dat je zo chill omgaat met de video's. Zeg maar. Hoe de fuck je het ook wil zeggen. Weet ik het. Maar wat ik dus eigenlijk wil zeggen, was dat ik, ik ga nu niet zeggen, ik ga verhuizen naar DarkZD. Ik ga nu zeggen, ik wil ook actiever weer gaan uploaden op dit kanaal, omdat het gewoon leuk is. En tegenwoordig, jullie denken allemaal, dit is echt een dikke onthulling jongens, niet normaal. Jullie denken allemaal dat ik en Casper partner zijn en dat wij hier geld voor verdienen. Dat is dus niet waar. Wij hebben nog nooit iets van geld hiervoor gekregen. Ik weet niet eens of ik dit allemaal wel mag zeggen, maar dat boeit me niks. Wij hebben nog nooit hiervoor geld gekregen, omdat het partnerbedrijf waar we bij zitten... is simpelweg een beetje irritant bezig. Waardoor wij nog helemaal geen geld hebben gezien van de afgelopen... ik denk wel meer dan een half jaar dat wij partner zijn geweest. Of dat nog steeds zijn. Dus dat is een beetje irritant, dat wij doen het werk dus eigenlijk helemaal voor niks. Tenminste niet voor niks, want jullie worden er blij van. Maar ondertussen doen wij dat... Even kijken, ik wil even kijken wat voor opdracht ik nog meer had. Maar ondertussen doen wij dit dus gewoon helemaal voor niemand en voor niks. Tenminste niet voor niemand, want we doen het voor jullie en voor onszelf. Ze vinden het zelf ook leuk. Maar we doen het voor niks, want we verdienen hier helemaal niks aan. Maak een voortuin, maak een haven, oké. Ik zal de voortuin nog even afmaken. Maar zoals ik dus zei, wij doen dit dus voor helemaal niks. Dus daarom, als wij een reactie krijgen van... leuke video jongens, dat doet ons al heel veel, omdat dat is alles wat we hiervoor krijgen. Het enige wat we hiervoor krijgen zijn leuke reacties. En dan nu tegenwoordig, omdat ik bij DarkZD heel actief ben, krijg ik misschien nog wel eens iets van Milan voor mijn harde werk op DarkZD. Dus dat is alles wat we tot nu toe ervoor hebben verdiend. In mijn geval dan, want Casper verdient er tot nu toe nog helemaal niks aan, want die zit niet op DarkZD. Even kijken, wat ga ik ook doen? Fuck! Ik ging een stoel maken, maar daarvoor moet ik wel hout hebben, dat heb ik.
Ja, nee, die moet ik ook hebben. Maar dat wou ik dus even zeggen. Dat het gewoon. Dat het chill is als wij leuke reacties krijgen. Want dat is alles wat wij hiervoor krijgen. Zeg maar. Ja, dat dus. Maar dat kwam dus eigenlijk op het volgende punt. Ik en Casper willen wel actiever gaan uploaden. Maar om actiever te kunnen uploaden, moeten we natuurlijk wel video's hebben. En om video's te hebben, moeten wij video's kunnen maken. En aangezien Casper stage heeft, wil dat nog wel eens een probleem zijn dat wij niet heel veel video's kunnen maken. Dus in dat geval, jullie kennen allemaal het principe van Daagse D, dat Milan is gewoon degene die alles uploadt, de hoofd van het kanaal. Hij doet het eigenlijk. Hij doet het. Dat klinkt zo verkeerd. Hij doet. Milan doet het. Ah! Nee, maar dat is dus. Wat hij doet. En er zijn nogal meer mensen die uploaden hoor. Maar Milan, jullie weten allemaal, hij is hoofd van het kanaal. Daagse D is Milan. Dat weet iedereen. Maar. Zoals jullie weten. Ik praat het heel veel over Daagse D, sorry. Maar. Jullie weten allemaal dat er meer mensen uploaden op Daagse D. Zoals bijvoorbeeld ik. Wie nog meer? Spectre. Arjan, wie nog meer? Martijn, Wizard, Kai, sorry als ik je vergeten ben, maar er zijn nog veel meer. Volgens mij ook naast Tom, dat vind ik ook wel een geniale knul. Maar die uploaden ze tegenwoordig ook allemaal op Daagse D. En daardoor, ik zeg niet dat Milan dan meer tijd over heeft, maar daardoor heeft hij gewoon sommige plekken om video's op te vullen waar hij normaal geen video had kunnen hebben, zeg maar. En dat is. Wow, ik ben echt helemaal niks aan het doen, jongens. Ik moet even van die bordjes maken. Maar dat is dus heel chill voor Milan. Dat hij gewoon op sommige tijden video's van anderen kan uploaden. En dan heeft hij het geluk dat hij serieus genomen wordt. Dat het een groot kanaal is en dat hij dat kan uploaden. Omdat iedereen zoiets heeft van: dit gaat om zijn leven. Want hij leeft hiervan. Dus er moet serieus gedaan worden. Dus er moet elke keer een video van mij online komen. Dus de mensen die de mensen om Daagse D heen. Die hebben ook echt zoiets van: oké, we gaan het doen. We gaan elke dag een video uploaden. En daar gaan we voor. Want we verdienen er geld aan. En dit gaat allemaal om Milan. Tenminste, het gaat niet allemaal om Milan. Maar ik bedoel, het is belangrijk voor hen. Het is ook belangrijk voor ons. Voor ons eigen kanaal. Dus, sorry man, ik doe helemaal niks, jongen. Ik verveel me kapot. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik maak echt een hele lelijke tuin ook hiervoor. Bah. Fuck, wat kan ik doen? Ik ga wel bloemetjes planten, weet ik het. Maar dat is dus het punt. Dat op zijn kanaal kan het serieus... op zijn kanaal. Op Daagse D kan het serieus genomen worden dat er elke dag een video online moet komen. En aangezien wij van Winston Games for the Win gewoon nog best wel klein zijn en niet het besef hebben van: oké, we moeten elke dag een video uploaden, anders is het niet leuk voor de kijkers of voor onszelf. Dat hebben wij niet echt, zeg maar, dat besef. Dus ja, ja, dat eigenlijk. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Het is zeg maar zo dat ik lul ook onzin, jongens. Ik ben echt gewoon de hele tijd. Als jullie dit niet leuk vinden, dat vind ik dan heel spijtig voor jullie, maar ik moest het even vertellen. Dat is dus het punt dat wij willen ook wel dagelijks gaan uploaden. Maar er zijn gewoon. Ik denk niet dat wij mensen kennen die dat serieus willen gaan nemen. Van: oké, wij willen Winston Games groot maken. Wij willen elke dag een video gaan uploaden. En wij willen meer kijkers trekken. En uiteindelijk willen wij een groot kanaal worden. Ik denk niet dat de mensen zijn die het serieus nemen. Dus in dat geval wil ik even zeggen tegen mensen die wel graag willen meehelpen aan Winston Games. Maar en die het ook echt serieus willen nemen. Voeg mij toe op Skype. Ik zal mijn Skype zetten in de beschrijving. Dus het is even een belangrijk puntje. Ik doe even zo met mijn helm af. Voeg mij toe op Skype. Zeg tegen mij: hey Matthijs, ik zag je bericht bij de Winston Games Survival. Bij de Matthijs Survival Island bij Matthijs Nest. Jezus Christus. En ik wil jullie graag helpen met het groter maken van Winston Games. Dat zou ik chill vinden. Want dan kan jij ons een video sturen van wat jij kan. Ik zal het nu even zo doen. Dan stuur jij ons een video van wat jij kan. Ik ga Armo van Diamond maken trouwens, dat doe ik. Nog één keer. Dan stuur jij een video van wat jij kan.
Dan zeggen wij of dat goed genoeg is of niet. En als het niet goed genoeg is, voel je alsjeblieft niet aangesproken of zo. Want sommige mensen die hebben er nou eenmaal beter de apparatuur en de kennis voor om het wel goed te kunnen dan andere mensen. Dus maak je geen zorgen als het niet zo is. Misschien lukt het later alsnog. Maar daar was ik dus niet mee bezig. Daar had ik het niet over. Had ik het eigenlijk wel over, maar niet direct. Maar fuck, ga gewoon aan, bitch. Dus denk jij dat jij goede content kan maken voor Winston Games? En wil jij dat ook? Serieus, zeg maar. Want wij zijn nu wel echt op zoek naar iets serieus. Tenminste, niet serieus. We zijn niet serieus bezig, maar bedoel, tering. We zijn op zoek naar mensen die dit serieus kunnen nemen. Zodat wij geen zorgen meer hoeven te maken over dat er niet dagelijks een video online komt. Want wij willen graag dagelijks een video online hebben. En dat kunnen wij niet alleen. Dus wij willen graag een heel klein beetje hulp van sommige kanten. En, what the fuck was dat? Hallo. Oh ja, mokkieën zijn dat, hè? Oh my god, een haai. Maar denk jij dat dus dat jij dat kan? Laat dan een berichtje, stuur dan even een berichtje naar mijn Skype. Sorry dat ik niet heel veel heb gedaan in deze episode, maar ja. Spijt me, ik moest het even vertellen. Dit is ook een soort van een update gelijk. Maar, denk jij dat jij dus... Denk jij dus dat jij dat kan? Stuur dan dus inderdaad een berichtje naar mijn Skype, voeg mij toe. En dan, misschien is het maar voor eenmalig, gewoon één video. Denk een beetje aan het... Ik wil niet kopiëren, maar denk een beetje aan het goedgekeurd principe. Jij plaatst een video en dat is het. Je krijgt niet meteen een serie, je hoort niet meteen bij het kanaal, maar jij plaatst een video en dat is het. Vinden wij jou leuk, vinden wij jou goed genoeg, zullen wij jou vragen of jij een serie zou willen beginnen. En dan willen wij ook graag dat jij dat serieus neemt en ook de serie doet, zeg maar. En dat hoeft niet dagelijks, dat hoeft niet om de 2 dagen. Als jij dat elke week 1 aflevering wil doen, prima, dan doe jij dat lekker. Als jij elke 2 weken 1 aflevering wil doen, prima, dan doe jij dat lekker. Alle hulp is welkom, dus... Daarom. En heb je dus inderdaad 1 video en wil je die graag uploaden, ga je gang. Dan praat je met mij op Skype. Goh, Matthijs, zou je dit willen uploaden op jouw kanaal? 9 van de 10 keer zou ik zeggen prima. Als de content goed is, zou ik zeggen prima. Dus dat wou ik eigenlijk even zeggen. Dit is een soort van update video geworden. Het spijt me heel erg voor de mensen die nu denken van... Ja, maar ik verwacht eigenlijk een survival island. Godverdomme. Dus in ieder geval bedankt. Ik wil... Ja, ik doe dit echt te vaak. Maar toch ga ik het zeggen. Ik wil Milan nog even bedanken, omdat hij... Eigenlijk heeft hij mij opnieuw geïnspireerd om verder te gaan met mijn kanaal. Ik was ik was niet de hoop verloren, maar ik was een beetje de moed kwijt om elke dag een video te gaan uploaden en elke dag met nieuwe content te komen. Maar op de manier waarop... ik weet niet hoe ik het moet zeggen... Dat het is gewoon stimulerend om iemand te zien die er ook echt profijt van heeft gehad. En mini chicken! Er is ook gewoon echt iemand geweest, zoals Milan dus, die er dus echt profijt van heeft gehad. En die dus nu echt groot aan het worden is. En dat inspireert mij. En daarom wil ik even zeggen, bedankt Milan. Ook bedankt voor de muis trouwens. Ik heb laatst een nieuwe muis van Milan gekregen. En die is echt fucking sick. Dus bedankt daarvoor. Bedankt voor het kijken naar deze video. Sorry dat die echt zo'n dikke update kut video was. Oh, damn it, bro. Maar in ieder geval, dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb mijn voortime denk ik wel afgemaakt nu. Ik moet alleen nog de seeds een beetje goed verspreiden. Maar dan is hij af. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Laat een duimpje achter. Vergeet niet mijn Skype toe te voegen als jij denkt dat jij goede content hebt voor het kanaal. En dan, als jij nog vragen hebt, kan je dat altijd via Skype nog vragen. Ik reageer 9 van de 10 keer op iedereen. Maar ik heb gewoon niet, simpelweg niet altijd tijd. Maar 9 van de 10 keer reageer ik gewoon. Dus, denk jij dat, voeg me toe op Skype. Het komt allemaal goed. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Voeg me toe even favorieten. Deel met al je vriendjes en vriendinnetjes. En zet hem op je Hives. Hives. Zet hem op je Facebook. Ja, wel Facebook. Dus, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Sorry voor deze kut episode. Maar volgende keer komt er weer een goede Survival Island. Tot ziens. Doei.